Thuis al gezegd dat hij gewoon rustig aan moet doen. Mm-hmm. Maar hij reed op zich. Ik doe wel ongeveer. Oh, nou dan kan ik beter weggaan. Voor de vierde koers spreken we met Dennis Minema, de rijder van Kata Karabos. Kata Karabos is natuurlijk de ouderdomsdeken in dit veld, maar liep hier steeds hele goede koersen. Laatste keer sprong het paard. Wat verwachten we dan vandaag? Nou, we verwachten niet dat hij weer gaat springen. We verwachten gewoon de kop te pakken en dan, dan zullen ze op goede huizen moeten komen om hem te kunnen kloppen. Maar heb je nog iets veranderd ten opzichte van de laatste keer, wat hij toen wel sprong? Ja, we hebben wat veranderd en we hopen dat het goed uitpakt. En wat heb je dan veranderd? Zijn hoofdstel. Hij was vorige keer heel druk. En we hebben nu iets aangepast dat hij rustiger is. Het werkt thuis in ieder geval wel. Nou hopen we dat het hier ook werkt. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. De Facebookprijs, dames en heren, 1700 meter. De paarden gaan zich opstellen. Nummer 1, Evander J. Giel Wildhagen. De 2, Jean-Tilef Boog, Arnold Mollema. Nummer 3, Kata Karabos, Dennis Minema. De 4, Von Pompon, Elko Korrel. Nummer 5, Starlight Scott en Peter Rutting. De 6, Enrico Star, Keurt Roeres. Nummer 7, Flair J. Eel en Ilke Kruis. De 8, Esme Dumer, Mieke Klooster. Nummer 9, Exie Jean Meadow met Robin Bakker. En de 10, Lux Valentine, John Dekker. Paarden nemen plaats. 200 meter. 100 meter nog. 50 meter. 30. Start gevallen. De paarden zijn gestart en als laatste begint Flair J.E. en voorlaatste Esme Dumer. Het peloton wordt aangevoerd bij het indraaien van de eerste bocht door Jean-Tilef Boko, die Kata Karabos schuin naast zich weet. Aan de binnenzijde daarachter volgt dan Evander J. en dat zijn de eerste drie paarden. Bij het doorkruisen van de bocht aan de buitenzijde komt dan Rico Star, de binnenzijde van Pompon. Starlight Scott maakt een galoppade en die valt volledig terug. Paarden komen de rechte lijn. Uitgeschakeld paard nummer 5. 5 galop. Nummer 5 is uitgeschakeld en de deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Kijken naar de start van het veld. Daar ligt op dit ogenblik Esme Dumer, voorlaatste Flair J.E. en tweede laatste sectie Jean Meadow. Paarden zijn voor het stalterrein en het is aan de kop nummer 2, Jean-Tilef Boko. Die leidt ze de laatste ronde in Kata Karabos tweede. Derde is Evander J. en daarachter volgt dan Rico Star. Geflankeerd door Von Pompon. Daarachter Lux Valentine met sectie Jean Meadow. En daarachter volgt Flair J.E. Tansen galoppade voor Esme Dumer. Als de paarden de voorlaatste uitgeschakeld paard nummer 8. 8 galop. Deelnemers op weg naar de overzijde van de baan. En het is aan de kop nog altijd Jean-Tilef Boko. Leidt met een lengte voorsprong. Kata Karabos is tweede. Daar komt aan de buitenzijde nu de aanval. En die is van Von Pompon. En Von Pompon ligt nu in het tweede spoor op een gedeelde tweede plaats. Daarachter is het Evander J. die geflankeerd wordt uitgeschakeld paard nummer 6. 6 galop. Lux Valentine, terwijl Enrico Star uit koers is genomen. En de paarden zo dadelijk einde overzijde zijn met nog altijd Jean-Tilef Boko de leider. Jean-Tilef Boko, Von Pompon aan de buitenzijde van Kata Karabos in respectievelijk tweede en derde positie. Flair J.E. die komt aan de wijde buitenzijde naar voren. Daarachter volgt dan Evander J., Lux Valentine en Exie Jean Meadow. Die moet lossen paarden halverwege de laatste bocht. Met aan de binnenkant nog altijd Jean-Tilef Boko, Von Pompon, Flair J.E. en daarachter aan de binnenzijde Kata Karabos, gevolgd door Evander J. en Lux Valentine. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Nu nog 200 meter te gaan. En het is een aantal paarden op lijn waarbij Von Pompon nu naar het front gaat. Von Pompon aan de binnenzijde. Jean-Tilef Boko aan de buitenzijde. Komt naar voren Lux Valentine. Maar het is Von Pompon met Elko Korrel. Die gaat het hier winnen. Close voor de plaatsen. Een blanket. Laat het over aan de rechter.